Enige tijd terug deed ik de oproep om het gesprek aan te gaan over passend onderwijs. Met name het gesprek op school met diegenen die daar straks het meest mee te maken krijgen. Ouders en leerlingen uiteraard, maar ook die mannen en vrouwen voor de klas, de leraren, die het straks handen en voeten moeten gaan geven. Om dat extra kracht bij te zetten organiseren we in maart de week van het passend onderwijs. Om precies te zijn tussen 24 en 28 maart. En in dat kader is het ook mogelijk om via Twitter vragen te stellen. Vragen over wat er nou precies gaat veranderen per 1 augustus. Vragen over wat betekent passend onderwijs precies voor mij. Misschien wel vragen aan mij persoonlijk als staatssecretaris. En u kunt dat doen door een Twitterbericht te sturen naar @pasonderwijs, P-A-S-S onderwijs, aan elkaar. En door de hashtag WVPO te gebruiken. Dat staat voor de Week van het Passend Onderwijs. Wij kijken uiteraard naar alle vragen die binnenkomen. Zorgen ook dat die allemaal worden beantwoord. En ik zal zelf de meest prangende vragen die eruit springen ook persoonlijk beantwoorden. Daar kijk ik enorm naar uit.